Heeft u zin in een praatje? Met die vraag bezoeken vrijwilligers van patiëntenorganisatie Hematon elke twee weken hematologiepatiënten in het Hagen ziekenhuis. Hematon is er voor mensen met bloed- of lymfeklierkanker. Een ziekte die je leven op zijn kop zet en veel vragen oproept. Een gesprek met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt kan dan prettig zijn. Ada van Oosten, ex-patiënt en regioteamcoördinator bij Hematon, voert lotgenotengesprekken. Hierbij neemt ze haar eigen ervaring als patiënt mee. Senior verpleegkundige Lisette Allert van de Zwan van het Hagen ziekenhuis bedacht dit idee samen met Ada. Voor corona hebben Ada en ik elkaar voor het eerste keer ontmoet. We hebben overleg gehad. Dat was naar aanleiding van de vrijwilligers van het inloophuis. En toen hebben we plannen gemaakt en ook afspraken gemaakt om dat de vrijwilligers elke week zouden komen. Maar toen begon corona. En al die tijd hebben we contact gehouden. En nu dit jaar is het uiteindelijk gelukt dat de vrijwilligers naar de afdeling komen. Van patiënten horen we terug dat ze het prettig vinden om informatie te krijgen, om hart te luchten. Eigenlijk heel veel verschillende dingen die ze met de vrijwilligers bespreken. We horen wel echt wel enthousiaste berichten terug van de fijne gesprekken die er gevoerd worden. De patiënten die zijn heel blij dat wij komen. Die zijn achteraf vaak dat ze heel dankbaar zijn. En ook vragen met wanneer bent u er weer? Kunt u nog een keer of vindt u het leuk? Maar we horen hele dankbare uitingen en mensen zijn ook over het algemeen vaak zo van, ik vond het toch wel heel leuk om even te praten met u. De ervaring dus van de vrijwilligers hier in het ziekenhuis, dat is ook heel divers. En de een vindt het ontzettend leuk om dit te doen en die ziet de noodzaak ervan in. Die zegt, ja, het is heel duidelijk, hè? Mensen hebben daar dus behoefte aan. Dus die ziet het van die kant. Het geeft ook wel dus de vrijwilligers best wel een stuk natuurlijk emotie wat het zich meebrengt. Wij hebben dit allemaal zelf ook meegemaakt. Dus dan kan het heel erg dichtbij komen. En dus ervaring, dat is heel nuttig, dat is zinvol, dat is dankbaar dat je dit ook mag doen. En dat het wederzijds is.